Yuka is net verschenen. Het is een dik boek geworden, spannend, waarin ik twee van mijn favoriete personages terug opgevoerd heb. Ze waren me zo dierbaar dat ik opnieuw bij hen wou zijn. Ze moeten alle twee opnieuw herbeginnen hun leven. Victor komt net uit de gevangenis, na 11 jaar. En René wordt wakker uit een coma, veroorzaakt door haar herseninfarct. En ik heb als schrijver eens omgekeerd gewerkt. Ik heb hun hand vastgenomen en hen gevolgd. En het resultaat is Yuka.